Zo, ik ben al lekker op tijd. Goedenavond allemaal. We gaan even wachten tot deze er ook is. Kan ik ondertussen hier even mijn laptop goed zetten. Goedenavond Yvonne, je bent de eerste, gezellig. Gezellig dat jullie er weer bij zijn. Het lijkt weer even geleden, hè, dat we een knutsel mee hebben gedaan. Ik hoop dat ik deze goed uitgenodigd heb. Hey, hallo. Ah, daar is ze. Goed zo. Ja, ik was een beetje vroeg, deze. Ja, ik was in slaap gevallen, denk ik. Nee. Oh, zullen we het maar gelijk zeggen dat we allebei lekker verkouden zijn, hè? Ja, joh. Kan het maar gehad hebben, toch? Lekker tegen elkaar op zitten proesten. En snotten vanavond. Nou, lekker toch? En dan, dan moet je het maar even voor lief nemen. Hè? Je kan nu nog afhaken. Ja, we zijn er gewoon. We zijn gewoon diehard, ja. Toch? Kijk eens deze. Ik heb gewoon lekker kopje thee met honing. En jij? Oh nee, ik niet. Kijk, ik heb even een glaasje oranje. Want ik denk, dat komt niet goed anders. Ja, als je een kribbel in je keel krijgt, weet je er alles van. Nou, ja, lijkt maar... dat we een knutsel mee hebben gedaan. Of lijkt dat maar zo? Als de maandagavond wegvalt, heb ik altijd het idee dat het een eeuwigheid geleden is. Maar misschien valt het ook wel mee. Jawel, het is wel echt lang geleden hoor. Ja, hè? Oh, yeah. Deze klinkt echt niet goed, schat. Komt wel goed. Zal ik vanavond praten? Ja, doe maar. Net zoals vorige misschien, week. Misschien smeert het de keel een beetje. Als ik wel praat. Nou, welkom dames. Gezellig dat jullie er weer bij zijn. Kijk eens, we hebben stereobeeld, deze. Ja, woe. Ik zal hem even op dezelfde plek leggen, wacht. Ja, jouw lijkt veel lichter. Ja. Oh, nee, wacht. Oh, wacht. Ik heb mijn lamp helemaal niet goed staan. Ik wou zeggen, je moet even je lamp aanzetten. Ja, ik heb hier wel een beetje... Ik heb het plastic er nog omheen zitten. Daarom schitterde die een beetje. Nou, dames, een verzoekje of jullie de live ook even willen delen. Hè? Dan kan iedereen ons lekker vinden. Wij hadden natuurlijk weer een idee om weer samen met hetzelfde product aan de slag te gaan. En dat wordt vanavond deze. De nieuwe stempel, de Nederlandse kerststempel van Kraftlab. En die heet Kerstpost. Ik moet zeggen, die hebben we eigenlijk nog te weinig gebruikt. Ik moet even iets opbiechten. De mijne zit dus nog nieuw in de verpakking. Oh, Jolanda. Ja. Jou niet, denk ik. Deze nee, natuurlijk gebruikt, niet. Hè? Ik heb alles gebruikt. Ja, je hebt, ja, jij moet ook altijd voor de catalogus maken. Dus jij moet altijd alles al wel gebruiken. Dus ja. Ik weet soms gewoon even niet waar ik moet beginnen. Nee, daar heb ik ook al last van, hoor. Als al die spelletjes er zijn, denk ik, oeh, welke. Ja, alles is zo leuk, hè. Waar beginnen we mee? De stempel kerstpost, €6,99. En we doen ook meteen een tikkie live, dus wil je iets bestellen, mag je het gewoon in de uitzending, mag je het even eventjes benoemen. Maar deze heeft zulke leuke teksten, kijk dan. Merry Kerstmuts en Happy Oliebol. Sorry, ik zit heel erg te lachen hoor, Jolanda, want bij de Fransfestijn was Ariane was er met haar man. En ja. Ze vertelde dat zij als wij de live knutsel mee met z'n twee doen, dat ze altijd een gehoorapparaat uit doet, want anders kan ze er echt niks meer van maken. Ik had het inderdaad net, maar doet ze hem dan zelf uit of haar man? Nee, zij zelf. Oh. Ik wil ons gewoon niet horen, nee, grapje. Wel beeld, geen geluid, Ariane. Ja. Nou, kijk, dan laten we het gewoon even lezen, hè, deze. Dan hoeven we niks te zeggen. Ja, precies. Vrolijk kerstfeest, gelukkig nieuwjaar, dagen vol lichtjes. Deze vind ik zo leuk, hè? Ja, ik denk dat ik die ook ga gebruiken vanavond. Ja, die past eigenlijk niet zo qua formaatje op mijn kaartje. En bij jou? Wie weet. Het is een verrassing. Wel, hè? Voor oh, mij ook nog, dus... Ook weer lekker thuis, hè? Terug van weg geweest. Die was helemaal, ook helemaal afgekikt met knutselen, volgens mij.
Ja, echt hè? Wow, Beta moest mij. Beta heeft wel alweer een leuke kaartje gemaakt. Ja, zeker, zeker. Die hadden we wel weer wat inspiratie mogen geven, zag ik. Hè? Die Ja. zag alweer zoveel leuks wat ze gemaakt Superleuk. hebben. Nou, Hey, ik weet je ben wat we staan vergeten te vragen? Of jullie allemaal eventjes de uitzending willen delen, want dat vinden wij superleuk. We zijn natuurlijk altijd wel een beetje lastig te vinden. Dan zitten we weer daar en dan weer daar. Ja, soms zijn we een beetje spoorloos, maar meestal zitten we gewoon in de Norenzo-groep, hoor, dames. Dus Ja, meestal wel. als je daar even je pagina ververst, dan vind je ons meestal wel. Soms doen we een uitstapje, maar meestal zijn we gewoon gezellig bij Noor en zo, hè? Meestal gewoon op het eigen honk, hè. Net zoals afgelopen weekend was ook superleuk, hè. Oh, dat Eventjes nog was iemand zo bedanken, gezellig. hè, die op ons festival is geweest. Want het was echt zo ontzettend gezellig en jullie hebben ons zo massaal bezocht. Echt weer als van ouds was het. Dus we hebben ook al de nieuwe datum weer geprikt, hè, eind januari. Weer de vrijdag en de zaterdag. Ja, Dus bij zet. mij staat hier een agenda, bij jou? Bij mij staat hij zeker ook in de agenda. Ik heb gewoon al een nieuwe agenda voor volgend jaar gekocht. Dat wat. Woehoe! Ik heb nog steeds die stans liggen van. Ik ook, ik ook. Ik moet hem echt gaan gebruiken. Volgens mij heb ik hem hier zelfs achter me liggen. Ik ga kijken. Oh nee, dit zijn trouwens die leuke blaadjes die ik vanochtend gebruikt had. Oh, en die boom, die vind ik ook geweldig. Ik weet niet of ik hem hier nog tussen heb zitten, maar waar is die kleine inimini met de tekst woehoe? Deze is ook leuk, deze. Welke is deze? Ja, die vind ik ook leuk. Die heb ik, nee, die heb ik nog niet. Nee, die heb je nog niet. Hè? Die is ook vers van de pers binnen. Kijk, de luchtballon van Heavy Doodle, 2099. Ja, er zit nog veel meer leuks tussen. Laat ik ook nog wel een keer in een tikje zien, anders dwalen we al af. Als we nog maar. Mag ik wel heel even mijn kaartje van vanochtend laten zien? Nou, vooruit. Hé, hey, maar zal ik dan even iets heel leuks vertellen? Want dan moeten we eigenlijk gewoon even vertellen. 8 oktober moeten jullie allemaal in je agenda zetten, want dan gaan we iets superleuks doen. Want dan gaan we lekker een duo demo doen. Hoe leuk is dat? Jolanda gaat zelf ook een demo doen. En ik ook. Dus dan moeten jullie gewoon echt wel bij zijn, toch? Ja, en ik zei tegen deze, ik doe dat eigenlijk nooit. We doen van alles online en ik klets alles aan elkaar met de Tiki. Maar ik zeg, hoe leuk is het als we ook gewoon in de winkel samen een demo doen? Dus, en dan gaan we met de nieuwe Sint-collectie aan de slag, hè, deze. Ja, zeker. Daar heb ik heel veel zin in. Van Kraftlab, dus. Ik heb nog een leuk nieuwtje wat ik eigenlijk. Zal ik het al vertellen? Deze van die flyer. Ja, Van doe die. maar. Vanmiddag hadden we een heel leuk ideetje. Want jullie zijn altijd super gek op de folder die jullie krijgen van de collection van Marianne. Die is natuurlijk helemaal leuk. Kijk, er staan altijd de nieuwe artikelen in en heel veel voorbeelden. Kijk, heel veel mensen zitten natuurlijk op Facebook, maar ik denk ook gewoon heel veel mensen niet. Ik kan me ook voorstellen, bijvoorbeeld als ik zie, hier in de groep worden echt honderden berichten per dag gepost. Dan heb je een leuke kaart gezien en dan denk je, waar kan ik die in godsnaam terugvinden? Suraya, die boom die is van Heavy Doodle. Ik heb mijn kaartje ook hier in de groep gepost. Met de link naar de producten erbij. Maar, ik zeg tegen deze, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon voor de winkel gaan we ook zo'n leuke folder maken. Die wordt natuurlijk helemaal hip en happening, zoals jullie van ons gewend zijn. We gaan hem ook nummeren, zodat je ze kan sparen. En dan worden dus gratis inspiratiefolders. Hij gaat heten Friends Inspiratie. Jullie zijn natuurlijk allemaal onze vriendinnetjes. Dat vind ik echt tof ook gewoon. Ja, en ik ben zelfs bezig met een hele leuke ordner met Buddy erop. En daar kun je ze allemaal in doen. En dan krijg je eigenlijk, net als dat we vroeger het oude Noormagazin hadden, als je er allemaal netjes gaat sparen, heb je gewoon een heel leuk boek straks, boordevol inspiratiekaartjes van ons Noor en Zo team. Nou, die folder gaan we gratis verspreiden. Zorg dat je hem goed bewaart en dat je hem netjes opbergt in een map of zo. Maar Hey, daar en kunnen we dat is dus. helemaal leuk, hè? Dat je niet hoeft te abonneren of zo, dat je hem gewoon gratis kunt krijgen. Dat is echt heel tof. Krijg je hem, of als je natuurlijk bij ons in de winkel komt, krijg je hem ook mee. Maar daar zijn we druk mee. Ik heb deze vandaag al de opmaak laten zien. We Ja. hebben de eerste kaartjes al gemaakt. En het was echt heel mooi. Verder verklap ik er eigenlijk niks over. En deze was het beste. Iemand vroeg net al, de winnaar van de O Gnomes ja. Challenge. Die Die hebben waren wij we zeker gekozen, hè? niet vergeten. Nee, waren we zeker niet vergeten. Het waren er veel. Het waren er veel. Ja, ik denk dat jullie mij allemaal wilden pesten. Ja. Deze had zelfs op het Friends Festival nog heel veel
echte kaarten ook gekregen. Hè? Boordevol ja. met gnomes. En ze had gnomes knuffels gekregen. Het ging echt helemaal over de top. Dus, ja, dus ja, ik krijg gewoon een gnomehuis nu. Wat zeg je? Ik krijg gewoon een gnomehuis nu. Ik was nog even bij de Action. Wanneer was ik daar nou? Het weekend? Oh, no. Poppetjes. Ja, ja, die grote poppen zeker. Ja, die wou ik voor je kopen. Ja, Petronella krijg je natuurlijk alleen bij een bestelling. Hè? Dus alleen voor onze klantjes is dat die natuurlijk ook bij ons kopen. Daar gaan we de folder natuurlijk bij doen. Want anders is het een beetje kostbaar om hem op te sturen als je natuurlijk niks bij ons koopt. Dus dat lijkt me logisch. Ja. Zullen wij de winnaar bekendmaken? Ja. Weet je hem nog? Zal ik hem bekendmaken? Doe jij maar. Want ik heb hem met jou gekozen, dus jij mag hem bekendmaken. We hebben samen gekozen, inderdaad, deze en ik. En degene die de knutselmeetchallenge van afgelopen week gewonnen heeft, dat is Jessica Trouwborst. En die had echt een heel leuk kaartje gemaakt met ja. onze muziekgnoompjes, hè? Echt superleuk. En al die liedjes die ze erbij had geschreven, ik vond het berichtje ook al keileuk. Ja, precies. En stond er nou onder de gnomies of zo, had ze een hele ja. band al gemaakt. Super grappig, toch? Grappig toch? Maar ik post het kaartje dat gewonnen heeft straks nog even in de groep. Dan zal ik Jessica ook even taggen, want ik weet niet of ze dus nu meekijkt. En als ze ons dan eventjes een berichtje stuurt, dan gaan we even een leuke prijs uitzoeken. En die gaat dan natuurlijk haar kant op. Yes, zo is dat. Deze wat de nieuwe challenge wordt? Oh ja, ik moest even denken, maar ik weet het weer. Ja. De nieuwe challenge is, maak een kaartje met één of meerdere stempels uit deze stempelset Kerstpost van Creative Craft Lab. Ja, dus deze wij dachten... die wij allebei voor ons hebben. Ja, dus wij dachten, deze is al zo ontzettend veel verkocht. Je kan hem ook natuurlijk nog nu vanavond in deze Tikkie Live bestellen. Misschien denk je, ik wacht nog even, ga je even kijken wat we er dadelijk mee gaan maken. Want we gaan er leuke dingen mee maken. De stempel Kerstpost, die is €6,99 als je die wilt bestellen. Iemand vroeg om een kaart of een foto van het gewonnen kaartje. Dat kunnen wij hier niet in de live. Maar die posten we daar in de groep. Hé, hey, Jessica, die is ja, online. Ja, ze is er. Woe. Gefeliciteerd. Superleuk. Gefeliciteerd, Jessica. Ja, en allemaal lekker mee blijven doen met de challenge, dames. Want iedere week hebben we een leuke winnaar. Je kan natuurlijk ook een hele week heb je de tijd om lekker mee te doen. Ja. Het is altijd wel een beetje craftlab-minded, de challenge. Maar de ene keer doen we hem wat breder. Qua mogelijkheden, dat was dus vorige week, de gnomes. Deze keer is die iets specifieker, de opdracht. Dus een kaartje met deze stempelset Kerstpost. Ja. Zullen we daar gaan beginnen, deze? Want volgens mij zijn we al een half uur aan het kletsen. Nee, nee. Moet je dat maar doen. Nee, valt nog mee. Valt nog mee. Valt nog mee. Helemaal goed. Maar, ja? Zal ik laten zien waar we mee aan de slag gaan? Naast mm-hmm. deze stempel. Ja. We hebben het namelijk... Ik vond het heel leuk om ook weer een artikel uit eerdere collecties erbij te pakken. Dus wij ja. hebben gekozen voor deze mini slimline mal. Die vinden we allebei ook echt super leuk. En er zijn ook heel veel mogelijkheden mee. Ja. Dus ik heb hem alvast gestampt. Ik laat het gewoon vast stiekem zien, hè. Nu heb ik een beetje stem nog. Dus nu moet ik ervan ja. genieten. Kijk, ik heb dat buitenste randje... Met dat stiksteekje. Daar heb ik gestanst uit designpapier. En dat andere randje. Ja, ik had even rechtjes. Dus dat ziet er een beetje gek uit. Maar dat komt er niet. Heb ik ook gestanst. Maar dan uit een roze bijpassende papier. En dan heb ik hem nog een keertje dat buitenste randje gestanst. En dan heb ik hier aan de onderkant. Met die nieuwe cirkels. Kijk, dan kun je een beetje zo'n ronding erin maken. Hoe leuk is dat? Ja, dat vind ik zo leuk met die cirkel wat je gedaan hebt. Even voor de dames die het mini slimline formaatje niet kennen. Ja. 8,5 bij 15 is die. Dan heb je een mooi klein kaartje. Dus ook een hip formaatje is dat. Karin, deze stand is zeker al te koop. Want die hebben we al in de maartrelease hebben we die al gebracht. Dat is de mini slimline stand met de labels. En hij kost €11,99. Maar ja, deze en ik zei al, we vinden het leuk om af en toe ook een bestaande stand terug te halen. Want we hebben best ja. heel veel kijkers erbij gekregen in die tussentijd. En heel veel nieuwe leden.
die waarschijnlijk heel het begin van Kraftlab gemist hebben. Dus de mini slimline stans met de labels, €11,99 als je hem wilt bestellen. Ik heb lekker wit, schuin streepje wit gedaan, kijk. Ja, dat vind ik ook echt heel tof. Hey, en we hebben dit designpapier hebben we hier uitgebruikt, hè? Uit de Holly Jolly. Oh, de mijne is zo gehavend deze, hij is zo ver op. Maar jij mijn is bijna één. Op ook. Ik gewoon één, netjes. Oh, ja, ik kan er nog 90 gaan. Je kan nog even vooruit, hè? Ja, precies. Maar ik heb deze wel echt al heel veel gebruikt. Karin, deze, die slimline stand, die zit ook niet in een kit of zo. Dat is gewoon een al een wat oudere van maart. Die we nu nog weer een keer laten zien. Dus, maar die is natuurlijk gewoon op voorraad. We houden alles van Kraftlab op voorraad. Het petje Holly Jolly, €6,99. Oh ja, sorry, tikkie. Maar het leuke is ook gewoon dat je Kraftlab ook steeds kan combineren. Er wordt ook van alles gemaakt nieuw, zeg maar. Daar kijkt je landen ook echt heel erg naar. Zodat je het ook lekker met elkaar kan blijven combineren. Ja. Dus dat is gewoon echt superleuk. Dat is wel de bedoeling, hè? Ja, en ook met die tekststempels, hè. Wat ik daar al allemaal mee gecombineerd heb met elkaar, dat is superleuk. Als je zo'n What a Woof setje of een Unicorn setje erbij pakt en dat verwisselt door het woordje gnomisch van een nieuwe bijvoorbeeld, dan kun je daar superleuk mee spelen ook. Ja, jij doet er inderdaad altijd, hè, deze. Dat is wel leuk. Ja. Deze had deze al uitgestanst, hè. Ik ga er nog eventjes nu in de uitzending doen. Ja, ik ga hem al opplakken. Ja, in plak. Dus wel leuk om aan de mensen te laten zien. Dat is echt nog wel, echt wel een extra bonus, vind ik. Bij die malle set die je krijgt. Dus ik haal hem even door mijn stansmachine. Ja, helemaal goed. Ik plak hem nu wel gewoon plat op mijn kaartje. Maar als je deze hebt, dan zijn het eigenlijk twee randjes. Een binnen- en een buitenrand. Maar als ik die nu van elkaar afhaal, heb ik alleen maar een dilemma met plakken. Dus dat mag jij zo laten zien, Jolanda. Ja, ik haal ze ook niet. Ja, lief van mij, ja, maar er zijn dus twee standjes. Wacht, ik ga kijken of ik het goed kan laten zien. Kijk, hier in het midden stans die hem namelijk los. Dus dan heb je een binnen- en een buitenrand. En dat is echt heel leuk. En je kunt hierbij ook die smalle foamstrips van 3 mm. Die passen precies daaronder. Dus dat is ook heel tof. Maar je kunt hem dus ook uit twee kleuren maken en zo. Heb je toen inderdaad ook veel gedaan, hè? Ja. Als je iets wilt bestellen, dames, Lydia zegt bijvoorbeeld een tekststempel, benoem hem even zoals wij hem benoemen, anders weet Joyce morgen niet wat je bedoelt. Dus dit is de stempelset kerstpost en hij is €6,99. Dus. Net voor Holland hebben jullie slimlijnplaten voor je stansmachine. Slimlijnmallen passen ook gewoon op een A5 snijplaat. Ik heb zelf bijvoorbeeld de Sizzix, heb je geen aparte stansplaten voor nodig. Nee. En ik heb de Gemini en dan gaat het ook prima. Ja. Kijk, deze haal ik dus even eruit. Deze, het gaat toch niet zo zijn dat jij voor gaat lopen op mij, hè? Want dan word ja, ik echt wat gek. Denk jij? Daarom ga ik vast plakken. Oh mijn god. Ik haal je wel. Ja, daarom. Dat mijn kaart al bijna was. Kijk, deze bestaat dus uit twee randjes, hè? Wat deze ook liet zien. Ik laat het lekker aan elkaar zitten. Als je dat leuk vindt, zou je dat ook nog uit twee kleurtjes kunnen doen. Maar ik moet natuurlijk opschieten, want ik loop achter. Dus ik doe het gewoon uit één kleur. Grapje, nee hoor. Daarom loop jij altijd voor, hè? Nee, grapje. Ik ga altijd voor het gemak, hè? Oh, dit wordt weer wat. Brand als de... CD155 die bij Ted. Ik weet niet precies wat de 155 is, Antoinette. Je bedoelt de grote slimlijnstans, denk ik. Maar dat is weer heel iets anders, want dit is een klein formaatje. Hè? We werken vanavond op mini-slimlijnformaat. Yes, precies. Die is ongeveer 15 centimeter hoog, hè? Ja. 8,5 breed ongeveer. Wat zullen we doen? Oh, sorry. Ze vroegen welke lijm jij had, Dave. Je hebt denk ik Studio Light op tafel staan, of niet? Ik heb... Even in mijn bakje geritst. Ik heb deze, maar dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als die van Dutch Doobie Doo. Oh, die is van, ja, die is van Art. Want ik moet even een nieuwe Dutch Doobie Doo hebben, want die spuit aan de zijkant aan mijn tutje. Nou, dat had ik laatst ook. Maar kijk ook eens hoe die eruit ziet. Hoe vaak ik die al bij heb gevuld. Er wordt ook tijd voor een nieuwe. Kijk dan. Ja. Maar in feite hoef je die je tubes niet zo vaak nieuwe te kopen, dames. Want je kan gewoon met
grote potje van Dutch Soubadou kun je hem gewoon bijvullen. Helemaal waar. Maar ik heb hem dus al heel lang. Eens? Wat zeg je? Zeg, wat zijn we serieus vanavond? Ja joh, niet normaal. Hé, ik word wel een beetje nieuwsgierig eigenlijk. Waarna? Theresia zegt, zeg je Landa, ik had jou de foto gestuurd. Deze zou het wel leuk vinden, denk je ook niet? Ja, ze had iets gemaakt ook voor de Gnome Challenge, maar ze kreeg hem niet gepost in de groep. Dus oh. Ja, ik zei ook al, een probleempje met je internet of zo, konden wij ook niet zo heel veel aan doen. Nee. Als moet je hem nog even naar deze in een pb'tje sturen, Theresia, dan kan ze hem inderdaad ook eventjes zien. Ja, want ik ben nu wel heel nieuwsgierig. Ja, en als het gnomes zijn, dan wil deze het sowieso zien natuurlijk, hè? Of course, of course, of course. Ja, ik maar, het heeft gewoon vanavond, en dat hadden we niet afgesproken, weer gewoon vrijwillig. Heb ik gewoon gedaan, hè? Maar ik heb hem wel lekker met roze gekleurd. Kijk nou, hoe leuk. Ja, super schattig. Ik zag het al. Te cute, hè? Maar ik ga eventjes hier een achtergrondje van maken. En ik dacht dat de tekst kerstpost wel leuk is. Wat vinden jullie? Ja, hey, dat vind ik wel een leuke tekst bij jou erbij. Ik kijk straks nog even welke ik ga gebruiken. Kijk, hier zit bijvoorbeeld ook het woordje proost op. Of ja, hier staat dan bijvoorbeeld kerstknuffels. Maar je kunt daar bijvoorbeeld ook alleen het woordje knuffels doen. Je kunt hier dag herfst. Het is niet echt alleen specifiek kerst. Maar je kunt hem ook gewoon zo zien. Lichtpuntjes van mij voor jou. Dus gewoon echt heel leuk. Je kan prettige kerstdagen, vrolijke kerstdagen, witte kerstdagen, wenst. Je kan dat allemaal combineren. Oh, kijk eens, ik ga lekker snel, hè? Maar niet heus. Ik heb al mijn mondkantje. Maar ik moet even voorlopen, hè? Want ik heb nu een pittig klusje. En dat is? Ik ga namelijk mijn tekst, ik heb voor kerstpost gekozen. En die wil ik een aantal keren stempelen en met embossingpoeder erop verwerken. Ja. En ik heb hier dus gewoon wit papier. En dan ga ik ook de jasmine. Zeg ik dat gewoon goed op zijn Engels? Ja. Of jasmine. Ja. Kijk, ik was helemaal trots. Is een tip van Yvonne. Eerst stempelen deze. Eerst stempelen. Ja. Ik doe het nu. Eventjes voor Suraya. Het witte papier dat wij altijd gebruiken. Het is van ons eigen merk Bella Lulu. Dat is een 250 grams glad cardstock. En dan kun je dus ook prima op stempelen en op blenden. En die verkopen we in pakken van 100 vel. Formaat 30,5-30,5 van 29,99. Zo, dat was een lange zin. Maar ik ik ga dit even op elkaar plakken. Nee, maar Jolande, jij klinkt eigenlijk best goed. Heb je het gewoon stiekem aan mij gegeven nu? Ja, ik heb het van het weekend lekker aan jou overgedragen. We hebben lekker op elkaars lip gezeten. Nou, lekker, ja. Ja, ik denk, nou, dan ben ik er vanaf. Neem het maar lekker mee naar Limburg, toch? Daar zit het goed, dacht jij, hè? Ik ben gewoon al blij dat je gewoon in deze tijd ook gewoon weer gewoon ongegeneerd verkouden mag zijn. Ja, inderdaad. Ja, en ik heb me de eerste dagen allemaal lopen testen en toen dacht ik, ja, het is goed hoor. Ik heb gewoon geen corona. Ik heb ze ook gedaan. Deze vragen of je met Copix op ons Bella Lulu papier kan. Ja, dat gaat niet echt, hè. Als je Copix gebruiken, zou ik echt het Perfect Coloring papier gebruiken. Dat is iets gladder, waardoor je beter kunt blenden met je stiften. Dus ik zou niet... Ik zou gewoon het papier gebruiken wat ervoor bedoeld is. Dan krijg je ook echt een mooi resultaat. Nou, wat ik aan het doen ben, ik heb met Versamark heb ik die textures ben ik hierop aan het stempelen. En Versamark is een transparant plakkende inkt waar je embossingpoeder aan blijft plakken. En dan heb ik die witte embossingpoeder, die heb ik erop gestrooid. Dan ga ik die even verwarmen. Ik heb hier twee woordjes kerstpost, maar er komen er nog meer. Dus deze ga ik eerst even verhitten. Daarvoor gebruik ik mijn heat tool. En die heb je van verschillende merken. Ik heb deze nu van Ranger. Ik zal trouwens heel even mijn poeder terug doen. Hé, die blaast niet zo hard. Hè? Die maakt lekker niet zoveel lawaai. Ja, precies. Daarom had ik ook voor deze gekozen. Omdat ik dan vaak live ben. En dan vind ik het toch wel fijner dat jullie me nog een beetje kunnen horen. Dus daar komt ie. En jij, Jolan, wat ga jij doen?
gewoon helemaal niet eens. Wat zeg je? Geluidsloos. Je hoort hem gewoon helemaal niet. Oh, beter. Ja. Het was zelfs met onze hondjes, dat wij dachten dat ze onze hondjes zouden horen. Ja, met die rare geluiden van die honden. Nou, ik ben al een half uur bezig met mijn basis. Nou, dit was vast en zeker super mooi dan. Dat kan niet missen, hè? Ik heb allemaal verschillende laagjes gemaakt. Dus ik ga mijn mini slimlijntje heb ik ook weer op twee matlaagjes geplakt. Leuk, hè? Dit is trouwens ook nog wel even leuk om te laten zien. Want bij dit blokje Holy Jolly, ons blokje dus van Kraftlab, gebruik ik dit blokje Sugar Pop. En daar zitten ook diezelfde groene en roze tintjes in. Oh, dat is een slimme combi. Goeie combi, hè? Want ik dacht, kijk, ik had natuurlijk hier mijn gnomie al gestanst. En die gnomie, die heb ik ook weer gestanst uit het blokje Sugar Pop. En dat past dan precies bij mijn blokje Holy Jolly. Dus heel gaaf. De gnome die had ik al eerder in elkaar gezet. Die hadden jullie vast al wel gezien. Deze heb ik volgens mij bij een boekenvoordeel live in elkaar gezet. De stand van de gnome. 13,99 is die als je hem wilt bestellen. Carlos en Betty. Hey, ik heb nog zelfs een ideetje met ze. Moet toch niet gekker worden, hè? Nee, dan ga ik uitwerken, dan ga ik het laten zien. Oh, shit. Nou heb ik Yvonne. Nou ben ik weer vergeten om eerst te stempelen. En ze zeiden het nog. Eerst stempelen. Hier zit de foamtape achter. Zal ik het gewoon op wagen? Oh, ja, doe ik ook altijd. En anders plak je gewoon iets overheen. Oh, wat erg is dit, zeg. Ik ben blij dat ik het niet alleen heb, Jolanda. Weet je wat ik wel kan doen? Ik kan het misschien even voorzichtig loshalen. Ja, want Nee, moet je niet doen. Jawel, want kijk, er zit alleen foamtape op. Maar Jolanda, het lijkt me zo leuk om jou daar ook mee te zien stunten. Nou, de bloopers van deze. Ik neem ze gewoon over. Ja, doet ze het gewoon. Hey, kijk, bij mij gaat alles perfect nu, joh. Ja, je hebt gewoon alles onder controle. Ik ga iets... Oh, ik ben... Ik heb het een soort van voorbereid, maar toch ook eigenlijk weer niet. Ik ga iets spontaans verzinnen. Ik dacht, ik neem een Water Reactive Inkt. Oh ja, die had ik ook nog ergens staan. Op de sheet. Ik moest eigenlijk de Harmony hebben, maar die had ik hier thuis weer niet liggen. Doe ik een beetje water eroverheen. Een penseel. Oh, ik krijg dadelijk de bloepernamo, dames. Wat erg. Ja, ze zeggen dat jij ook niet te hard moet roepen. Deze dat alles goed gaat bij jou. Ik doe gewoon even mijn penseel. Ik ben gewoon helemaal in mijn nopjes vandaag. Alles onder controle. Je klinkt ook zo relaxed. Heb ik weer een penseel waar haar uitkomt? Klinkt niet goed, hè? Nee, ik heb echt mijn avond niet. Maar ik wilde zomaar een heel klein beetje kleur erop. Wat ga je doen? Wat? Dit is wel vet, hoor. Weet ik. Er was wel een soort over nagedacht, wat ik wilde dat het ging worden. Want hier wil ik daar die tekst overheen stempelen. Kijk, ja, ik doe het er dus onder. Waaronder? Ik kijk met je mee. Ik doe mijn tekst onder mijn inkt. Dus hoe cool, hebben we het weer gewoon lekker anders, maar toch een soort van hetzelfde. Anders maar hetzelfde. Ik ga straks trouwens wel deze Polaroid erop doen. Ik denk, ik doe de Polaroid een keer uit een printje. Nou, hoe leuk is dat? Kijk dan. Ja, die is tof, hoor. Jij bent die deze, zeggen ze. Wat zei je? Ze zeggen dat jij iets vergeten bent. En ik denk ook dat je het bent. Nee, ik doe dat nooit, hè. Ja, ik doe dat ook eigenlijk bijna nooit. Ik heb zo'n ding en dan denk ik, er komt allemaal poeder uit. Nee, ja, dat moet ook. Maar ik gebruik die alleen voor Mika. Verder nooit. Papier is niet zo heel statisch bij mij. Nou, je moet wel oppassen als je het op als je een achtergrondje hebt gedaan waar je net inkt op hebt gedaan. Nou, die bloepel zagen jullie trouwens vorige keer bij mij, hè? Ja. Kijk eens, ik ga dus niet zo goed in de Polaroid zetten. Hoe leuk is dat? Zie je die kleurcombi van dat blokje met van die twee blokjes? Ik ga ze zo nog wel even laten zien. Mijn
Maar als ik nu Carlo. expres iets weglaat, dan denken ze dat ik het vergeten ben. Dat is ook niet eerlijk, Ja. toch? Nee, dat is niet eerlijk, maar ja. Ja, Ik dat zeg gebeurt, daar zeg gewoon nooit maar gewoon. Ik zeg daar gewoon nooit niks over en dan hebben ze het gewoon niet in de gaten. Ja, ik zou het ook Kijk, doen. mijn gnomie, is hij niet leuk, deze? Ja, ik vind hem echt. Oh, ik ben helemaal verliefd. Kijk, dus ik heb het mutsje en het truitje uit het blok Sugar Pop gestanst. En mijn Polaroidje, die komt natuurlijk uit het blokje Holly Jolly. Dus zie je hoe een leuke match dat is? Dat all over printje met het woordje Christmas. Die komt Oh. hier straks ook overheen. Ik heb een goed idee. Als je het voortaan koud hebt, hè, dan pak je gewoon even lekker je heatool erbij. Ja, precies. We doen de kachel niet meer aan. Nee, we Ja. pakken gewoon even die tool. Die kost minder stroom. Dan heb je het zo warm. Deze, ik wil nog even iets leuks doen. Oh Die heb ik jee. weer afgekeken. Kijk, Wat ik heb ga je dit hier? even laten zien. Deze van deze. Kijk, ik vind die achtergrond zo leuk met die kleine blaadjes. Zien jullie dat? En die gnomie, die zit in deze stempelset. Dus je gaat me gewoon nadoen, hè? Nee, grapje. Ik ga me helemaal niet voor, dat doe ik gewoon. Ja, De Joyce. Ik stempelset. dacht het net ook al. Die gnome, wow, die kan toch gekke standje doen? Ja, hè? Die kan alles. Lelijke gnoom, zeg ik joh. Jumping gnoom noemen we hem, ja? Hoe? Jumping gnoom. Hij doet gewoon een spagaat, zie je toch? Is toch duidelijk? Een spagaat sprongetje. Ja. Split Cool. spagaat, hetzelfde. Maar deze, ik ga je blaadjes even pikken, mag dat? Natuurlijk mag je dat. Doe maar Kijk, in lekker. deze. Leuke stempelset, Belief. Dat is een beetje een herfststempelset, dames. Er zitten ook allemaal leuke teksten in. Maar er zitten dus ook die losse blaadjes stempels in. En die ga ik lekker op mijn achtergrond stempelen. En dan ga ik ze roze inkleuren. Doe eens gek vandaag. Ik heb ze dus op mijn stempelblok gedaan. Als je ze in wilt kleuren, ga ik ook zo met nat even doen met mijn Distress. Moet je ze wel altijd eventjes... Met Memento stempelen. Want Memento loopt dus niet uit. Dus hetzelfde als je met Copics gaat kleuren. Iedereen gaat gewoon overstag voor gnomes. Het moet Wow. worden. Jongens, wat is er gebeurd? Ja, dat komt door jou. Als jij zelfs overstag Ja, gaat, als dan gaat ik het kan, dan kan iedereen het, hè? iedereen het. Als deze van gnomes kan gaan houden, dames, dan kan iedereen het. Ja, maar ik heb wel nog een voorkeur, hè? Want ik vind niet alle gnomes leuk, hè? Nee, dat hoeft ook niet. Nee. Woeps. Dat zeggen we toch ook niet? Kijk eens Ik mijn vind hem blaadje. wel cool hoor. Hey, maar Jolanda, je moet wel aan de bovenkant ook een beetje van die inkt doen, hè? Het is wel een beetje Nou, uitver. alhoewel, misschien als je die blaadjes daar hebt, misschien is het dan niet nodig. Ja, want ik wou eigenlijk. Over mijn roze, even, ik ga nog wel even spetteren dadelijk. Ga zo eerst mijn blaadjes inkleuren en dan zie ik wel. Nou, ik ben wel iets echt interessants aan het maken, hè? Vertel. Ja, die Kijk. achtergrond. Duurt even, maar dan hebben we dadelijk ook wat. Ja, die, wel, dat is sowieso wel heel leuk met onze tekststempels. Die achtergrondjes die deze altijd stempelt. Ik hou ervan. Je kunt ook gewoon met een kleurtje inkt doen. Met embossingpoeder is gewoon een beetje meer werk, maar het is wel superleuk. Ja, en weet je, dan lijkt het net of je een beetje je eigen achtergrondpapier eigenlijk maakt. Klopt, zeker. Ik Kijk ga ook maar. even een tekst uitzoeken uit de stempelset. Ben je nog een klein stukje verder hoor? Hoi. Ja. Hoi. Zo, hoorden jullie dat? Hoi. Ik Welke ga ben ik doen? eentje thuis hier. Dat is toch gezellig dat hij even gedag komt zeggen? Ja, toch? Als je doet, kan je beter gewoon lekker hard doen, toch? Welke zal ik doen? Deze. De Hallo leukste. winter. Ja, maar kan je hem niet een balletje in de hand geven? Dan kun je die kerst happy oliebol ding doen. Ja, maar kijk, die past niet, want dan. Oh, Even die past kijken. niet in je dingetje, op je frame, bedoel je? Nee. Nee, die is te groot. Kijk, de.
echt niet. Die ga ik op een volgend kaartje wel doen. Ik ga daar ook nog even die leuke labels maken. Deze die bij die mini slimline bij zit. Dan ga ik hem daar wel even op stempelen. Maar ja, het moet een beetje een kleine worden. Dus ik doe dagen vol lichtjes ga ik doen. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik had een hele leuke met die Happy Oli Bowl, maar ik ben hem kwijt. Hij is weg. Heb ik die al gezien? Nee, ik heb geen foto kunnen maken. Heb je hem naar Studio Light opgestuurd? Nee, ik had hem op de beurs gemaakt en toen was hij weg. Oh, echt? Ja, ik denk, iemand vond hem te mooi. Wie heeft hem thuis liggen? Ja, mijn hele mooie kaartje. Oh, ik doe het weer verkeerd. Ik doe het niet verkeerd, maar ik ga toch even als ik een tekst wil gaan stempelen, want die teksten die zijn mooi fijntjes, doe ik dat toch liever met een Versafijn als met een Memento. Want ik vind dat je bij Versafijn toch net een iets mooiere, scherpere afdruk krijgt. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ze zeggen deze dat Pieter gewoon een hooi wil krijgen van alle dames ja, die kijken. Ja, dat denk ik ook. Als jullie dat nou even allemaal doen, dan laat ik het dadelijk aan hem zien. Ja, als jullie nou even alle 200 even hooi Pieter zeggen. 226 of zo. Dat is ook weer lekker irritant voor Joyce. Als ze mogen... Oh nee, ik doe me niet jongens. Sorry. Sorry mag. Joyce. Ze wel doorheen. Oh, dit is best wel zielig. Dat bedoelen we niet. Ja, maar ze is het wel gewend van ons. Ja, dat is waar. Het gaat nooit normaal. Ja, ze doen het wel allemaal. Ik ben... Oh, kijk eens. Hoi Pieter, hoi Pieter, hoi Pieter. Hoi! Ik ben zo blij dat ik hem van mijn foam afgetrokken heb. Kijk eens, van nou heb ik echt een mooie scherpe afdruk. Ja, dat is wel heel tof. Anders was dat niet gelukt, dat denk ik. Nee, heeft niemand gezien dat ik hem gauw even stiekem afgehaald heb. Nee joh, wat had je gedaan? Niks. Hoezo? Wat bedoel je? Ik snap het niet. Zei ik iets? Kijk nou! We zijn toch al op Pieter aan begroeten deze, dus niemand heeft dat gezien, onze bloopers. Dat was helemaal niet belangrijk. Ja. Pieter krijgt er nog druk met antwoorden. Nee, ja, op. Kijk ja, nou, hoe ja, leuk dit is. Tegen jou als hij thuis komt. Wat zeg je? Die gaat nooit niks meer zeggen tegen jou als hij thuis komt. Nee. En dat doet hij normaal ook niet, dus ik denk dat hij geen zin heeft. Ja. Dat is meteen de eerste en de laatste keer. Ja. Ik heb een beetje inkt op mijn pet. Daar ga ik zo heel even mijn blaadjes mee inkleuren. Oh, ik heb zo'n rotkwast. Hij valt uit en hij is te dik. En... Oh, je moet even naar de winkel. Ja, verder is alles oké, hoor, dames. Hé, hey, ik ga even een beetje magic doen, hè? Ja, doe jij eens even magic. Ja, ik heb de... Wat zeg je? Leidt weer een beetje af van mijn... Oh nee, kijk, het gaat hartstikke goed. Ja, dat is mooi. Kijk, ik heb deze Harmony Inks Lagoon. Dat is eigenlijk wel een beetje een favoriet kleurtje van mij, hoor. Oh, en mijn borsteltjes heb ik verstopt. Die ga ik nu even pakken. Deze, die lijkt best wel op de Midnight. Midnight is mijn favoriet, hè? Maar die is nog iets donkerder, denk ik, hè, de Midnight. Lagoon is een beetje een blauw-groene kleur. Een beetje zeegroen, of hoe moet ik het zeggen? Oh, van de Blue Lagoon, van de film. Ja, dat denk ik. Ja, van de Blue Lagoon. Weet jullie dat ook, dames? Blue Lagoon. Deze was ook uit jouw tijd, of is dat een beetje... Nee, ik zeg mij niks. Dus ik denk dat ik te jong ben. De Blue Lagoon. Fantastisch. Ik denk dat er veel dames die kijken het echt wel nog wel weten. Was zo'n mooie film. Mm-hmm. Ik ben benieuwd nou eigenlijk. Ik ga even iets doen. Dus als jij nou even wat bloepert, dan valt dat bij mij niet op. Ik bloeper even door en ik ga daar even spetteren. Kijk eens mijn blaadjes. Tada! Gewoon even ingekleurd. Doe ik gewoon even. Hoppa, ze moet niet gek horen hier. Oh, doe eens gek. Oren gaan me spetterpen. Nou, okay. Joyce, sorry voor morgen hoor. Het gaat alleen maar over Pieter en over de Blue Lagoon. En nou, ik weet het allemaal niet. Joyce denkt nu alweer, oh my god. Zullen we geen tikkie meer doen? Nee, dat denkt ze niet. Dat vind ik leuk. Kijk nou, neem maar even. Wow. Wow. Ik krijg hier toch een rare pop-up met allemaal feestslingers en zo. Nee, kijk even. Dit is toch tof?
Heel leuk deze. Dus dan heb je gewoon over je embossingpoeder, wat je dus al verhit hebt, Ja. heb je gewoon... Daar heb ik gewoon mijn inkt overheen gebracht. Dan ga ik even met zo'n doekje. Doe ik even die... Hoe heet het? De inkt van mijn embossingtekst af. Want dan komt Ja. dat zo weer een beetje terug. Tof techniekje, toch? Oh ja, dan wrijf je het natuurlijk van je embossingpoeder, wrijf je het inderdaad af. Ja. Ja, ik Nou. snap. En nou gaan we nog even spetteren. Want daar hou ik van, hè? Ik ook, kijk, ik heb net al Wow. gespeurd. Maar dit is wel een beetje een linker soepie. Ik ook. Kijk, ik had net heel mijn mat alweer onder de spetters zitten. Want ik had mijn kliederdingetje ernaast liggen. Want daar had ik de natte inkt op zitten. Dus het ging niet helemaal goed. Maar dat maakt niet uit. Niemand gezien. Foam tape zoek ik. En ik ben mijn kwast kwijt. Nou, die kwast die ik hier had, die gaat straks meteen de prullenbak in. Want ik weet niet waar ik die vandaan had. Die lag op de zaak, maar die... Hij verhaart en het is gewoon echt helemaal drie keer niks. Tijd voor een nieuwe. Tijd voor een nieuwe. Hoog tijd voor een nieuwe. Ik heb een beetje een uitdaging, want ik heb niet gedacht aan aquarelpapier. Dus ik weet nog niet zeker of dit mooi gaat worden, maar we gaan Want je zien. gaat met water aan. Heb je gewoon het Bella Lulu papier gebruikt? Ja. En ik heb hem eerst even hier aan de zijkant afgespetterd, zodat ik maar hele kleine spettertjes krijg, want anders krijg je zo'n dikke vlekken erop. Dus nu denk ik als ik maar zo'n hele kleine spettertjes doe, dat het wel meevalt. Ben je nou gewoon met de Harmony inkt aan het spetteren, denk ik, hè? Ja, klopt. Ja. Dat Kijk kan dus ernaar. ook altijd, schone dames. Het is gewoon je water reactive inkt waar je mee werkt. Of dat er nou ijsink is, of Harmony, of Distress. Kun je Ja. ook nog gewoon mee spetteren. Die pak je dan gewoon weer erbij. En wat nou het verschil is als je aquarelpapier hebt of als je gewoon die smooth cardstock hebt, is met smooth cardstock wordt die kring steeds groter. Dus als je grote spetters al hebt, krijg je echt een hele dikke plek op je kaart. Nou, dat moeten ze natuurlijk niet hebben. Nou, Nee. ik heb dus van gezorgd dat ik hele kleine spettertjes krijg en dan kan het wel. Maar eigenlijk is het op aquarelpapier leuker. Ja, maar het kan inderdaad best, vind ik. Ja. Deze, ik denk toch dat je gelijk hebt dat bovenaan ook nog een beetje ras moet komen bij mij. Kijk eens, hij is een beetje uit de houding. Joyce zegt dat het niet kan zonder tikkies. Dus ik zou zeggen, klets gewoon lekker door. Nee, grapje. Ja, ook kletsen, tussendoor gooi je een tikkie erdoor. Maakt Joyce allemaal niet uit. Hè? Nee. Die is makkelijk. Joyce, die is zo'n topper. Die kan wel gewoon. Nee, weet je, maar we hebben er echt... Ik verwerk natuurlijk ook vaak de tikkies, ook op zondag en zo. Maar we hebben er echt gewoon goed op de rit. We zijn daar natuurlijk... Ook mede dankzij Jeroen, moet ik wel zeggen. Wij zijn daar logistiek helemaal op ingesteld. Ja. En we krijgen daar gewoon, ja, we hebben daar gewoon hele goede ruimte voor. En jullie zo zijn gepiept. gewoon tikkie pro's. Tikkie pro's zijn wij, ja. Ja, en eigenlijk is het natuurlijk gewoon ontstaan. Gewoon in de lockdown, hè. Ook moet er even niet meer aan denken aan die lockdown. Maar ja, jullie vinden het zo gezellig dat we er ook gewoon niet mee gaan stoppen met de tikkies. Dus we gaan er gewoon lekker mee door. En het is voor jullie ook gewoon het gemak van het in de live bestellen. Hoef je allemaal niet moeilijk te doen door in onze webshop te bestellen. Zoek je allemaal rot en dan denk je dit en dat. En dat heb ik toen wel in de live gezien. En waar bestel ik dat? Nou, hoeft allemaal niet. Nee, Je dit is roept echt wel heel makkelijk. En wij zorgen gewoon dat het in orde komt. Zo, ik ben even 1 mm foamtape eronder aan doen, maar jij bent zeker alweer klaar, hè? Bijna, maar ik ga daar ook die labels even maken, weet je wel. We gaan Oh, ja. Even zien hoe leuk die mini slimline stans is voor de mensen die nog twijfelen daarover. Dat kan bijna niet. Nee, het is Ik echt heb een hem hele ook echt al zo vaak gebruikt. Ja, precies. Die verveelt eigenlijk nooit, hè? Nee, echt niet. Soms denken wij zelf wel van, oh, de mensen zullen denken, komt zij eraan met een mini slimline stans of de vierkante stans. Oh, ja, die vierkant, hè, wow. Maar die ronde, denk ik dat nu ook. Dan denk ik, oh, weer een ideetje. Dit ook, heb ik weer die ronde bij gebruikt. En dan denk ik, oh, maar nee, ik vind het gewoon leuk. Ja, maar we proberen ook gewoon heel veel basisstansen te maken die je eigenlijk gewoon altijd kunt gebruiken. Dus ik denk, ja, denk daar dan even goed over na wat je natuurlijk koopt. En ja, dat je het gewoon niet alleen... We hebben best wel wat specifiekere mallen natuurlijk. Maar echt die essentials mallen, die zijn echt heel breed inzetbaar. Die kun je echt overal voor gebruiken. Ja.
Ah, lieve kleurtjes, Monika. Lekker pastel. Kijk dan. Mijn genomie in pastelkleurtjes. Dagen vol lichtjes. Kijk, en dan heb ik die kleine blaadjes erbij gestempeld en ingekleurd. Kijk nou, ik zet mijn genomies hier zo neer. Wat vinden jullie? Kan best, hè? Vind ik wel. Deze vragen waarom jij steeds kleine stukjes tape gebruikt en niet één groot stuk. Ik ben altijd van de lange halen thuis. Ja, weet je waarom ik dat doe? Omdat ik een zuinigerd ben. Want mijn foamtape die vliegt er doorheen. En ik denk, oh, als ik kleine stukjes knip, dan duur ik wel eigenlijk veel langer uit. Dus eigenlijk moet ik dat gewoon niet doen. Ja, dat wel. Maar ja, inderdaad, dan ga ik gewoon al te lang stuk. Dus dan verbruik je inderdaad wel meer. Hé, het is wel over nagedacht, dames. Ja, ja, ja. Meestal, hè? Dat Anne graag wil weten hoe de tikkie werkt. Leggen we graag nog eventjes uit. De tikkie, dat wil zeggen, we doen bijna hier in onze Noor en Zo groep iedere dag wel een livestream. We knutselen, we laten nieuwe dingen zien in de winkel, we kletsen in de ronde. Je kan je vragen stellen, nu zijn we natuurlijk, het is avond, dus we zijn nu allebei thuis. We doen het ook heel vaak in de winkel, dan kun je gewoon roepen wat je wil zien, lopen we er eventjes naartoe. En je mag dan gewoon in de live bestellen door er gewoon een reactie te plaatsen. Onder deze live, nou je ziet ook mensen dat doen, dus doe dat dan even door duidelijk het product en het merk te benoemen. Dan doen wij dat voor je in een mandje. Die mandjes die blijven altijd een week staan, dus we beginnen op donderdag, sluiten de woensdag erna, einde dag. Kun je alles lekker opsparen en dan woensdag einde dag gaan we alles voor je optellen. Dan krijg je van ons via Facebook Messenger een kassabonnetje met wat je allemaal besteld hebt die week. Schrijf ook altijd even mee, raad ik aan. Want dan weet je in ieder geval wat je gekocht hebt. En dan krijg je een tikkie erbij om te betalen. En dan zorgen wij dat het met DHL jouw kant op komt. Dus dat is hoe het werkt, Anne. Heb je daar nog vragen over, dan gooi ze ook maar de lucht in. Dan proberen we je even te helpen. Handig, joh. Ik had mijn foamtape al op zitten. Hoe zou dat kunnen? Wow, jij bent echt snel. Kijk nou, mijn kaartje. Woep, woep. Kijk eens. Oh, ik vind hem helemaal leuk zelf. Hem ook echt heel leuk, Jolan. Jouw cirkelstand is ook leuk, hoe je zo'n halve eroverheen hebt gedaan. Ja, leuk hè? Dus dan doe je eerst die mini slimline, die standje. Ja. En dan doe je die cirkel, leg je gewoon eroverheen. En dan... Op maat maken. Afhakken. Ja. Zo, woep woep, en dan is het klaar. Zo doe ik dat. Nou, we doen dus de uitdaging voor deze week. Ik ben helemaal stempel kwijt. Oh, hier ligt die. De uitdaging voor deze week, en je kan weer meedoen tot volgende week maandag, einde dag, is maak een kaartje met de nieuwe stempelset Kerstpost. Zet er dan ook even de hashtag bij, hashtag knutselmeechallenge. Dan kunnen wij ze inderdaad makkelijker terugvinden. Dus je kan ook deze stempelset, als je hem nog niet hebt, kun je hem ook bestellen. We gaan natuurlijk morgen de tikkies afwerken. Dan heb je hem nog ruim op tijd in huis. We zijn snel inderdaad vanavond. Hè, deze. Yo, echt niet normaal. Maar deze is ook niet zo fit. Dus we gaan lekker op tijd gaan we stoppen. Ja, dat doen we. Maar ik vond het wel kei leuk om toch even live te zijn. Hè? Ja, deze zullen we onze die mini slimline nog eventjes laten zien. Jazeker. Nee, dat dames, wij zijn niet van boekenvoordeel. Je zit hier in de groep van onze winkel Noor en Zo. Dus kijk even goed waar je je bevindt op Facebook. Dit is de Noor en Zo Facebookgroep. En dat is de groep van onze winkel in Waspik. We hebben een grote hobby speciaalzaak in Waspik, in Brabant, met een eigen brasserie erbij. En alles wat we in de winkel doen en online in onze webshop, vind je eigenlijk in deze gezellige groep. Maar je bent iets vergeten te zeggen. Het is wel de allerleukste hobbywinkel. De allerleukste hobbywinkel. Niet alleen van Brabant, maar ik denk wel van heel Nederland dat we wel de gezelligste zijn, toch? Echt supergezellig. En die lekkere brasserie erbij, dat is echt top. Ja, ja, ja. Ja, we hebben dus onze eigen brasserie. Dus als je van wat verder komt, dat doen ook heel veel mensen, kun je lekker bij ons koffie drinken. Kijk eventjes ook op Facebook of op Insta, Brasserie bij 8. En dan vind je ons ook. Dan zie je ook wat er allemaal op de kleine kaarten zo staat. Wat we allemaal voor lekkers hebben.
Nou, inderdaad. En onze webshop, dat is www.noorenzo.com. Ik zie dat er allemaal nieuwe dames meekijken. Gezellig. Online bestellen mag natuurlijk ook, maar je mag het ook gewoon hier in de tikkie mag je het ook benoemen. Schrijf je ook even in voor onze nieuwsbrief. Hè? Die komt iedere dag. We hebben iedere dag zoveel te melden. Dat we dat iedere dag even in een beknopte nieuwsbrief doen. Inschrijven kan op noorenzo.com. Het kopje nieuwsbrief natuurlijk. Na de live gewoon doorkwebbelen, zegt iemand. Ja, maar niet meteen tegen elkaar. Toch? Wat nee. Henny, dat is misschien... Ja, er zijn ook gewoon openbare toiletten en zo bij ons. Dat is best wel een dingetje, want je hebt best veel winkels. Ik merkte dat ook toen Noor klein was. Ja, dan moet dat kind in één keer plassen. In het gros van de winkels kan je gewoon niet naar het toilet. Wij hebben gewoon openbare toiletten. Alles is rolstoel toegankelijk. Dat is op zich ook wel belangrijk. Doen we iets op de bovenverdieping, dan hebben we ook een lift naar boven. Kan ook allemaal met de rolstoel. En we hebben gratis parkeren voor de deur. Een heel groot plein. Dus ik zou zeggen, allemaal naar Waspie komen. Als ze nou allemaal maar 8 oktober komen, hè, Dees? Ja, dat zou echt heel leuk zijn, hè? Ja. 8 oktober, er is sowieso bijna iedere week wel, ieder weekend wel wat te doen in de winkel. Ook heel veel leuke workshops hebben we. 8 oktober geven Dees en ik samen in de winkel een live demo. Dus niet live op Facebook, maar echt fysiek in de winkel. Met nieuwe Sinterklaas collectie, hè, Dees? Ja, dus daar moeten jullie echt bij zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja, rolstoel toegankelijk vonden we zelf heel belangrijk, Inge. De paden zijn breed. De lift is ook met de rolstoel toegankelijk. En ook de toiletten en zo. Dan denk je, ja, het moet gewoon voor iedereen te doen zijn om lekker bij ons te komen shoppen. Ja, Sandra, we kijken natuurlijk wel een beetje wie klant bij ons zijn, hè, maar... sluit je lekker aan hier bij onze community, zou ik zeggen. De challenge is dus wel dat je met de stempel van Kerstpost een kaartje maakt aankomende week. Dus post lekker je creatie. Volgende week gaan we dan weer een winnaar uitzoeken, Dees. Zeker. Ik heb er nu alweer zin in om daar lekker doorheen te scrollen. Ik hoop ook dat jullie allemaal lekker mee gaan doen. Precies, precies. Oh, Monica zegt de leukste en de gezelligste hobbywinkel. Nou, we laten de reacties nog even openstaan. Ik zie allemaal nog bestellingen binnenkomen, namelijk omschrijf even goed het product en het merk wat je graag wilt hebben. Dan gaan we hem zo even afsluiten, Dees. We waren echt serieus. Yes. Maar dat komt denk ik omdat jij niet zo heel fit was. Ja, dan zijn die geintjes een beetje achterwege. Ja. Ik heb je een beetje gespaard vanavond, hè? Ah, je bent de liefste. Nou, Dees, lekker op de bank onder een dekentje, zou ik zeggen. Ja, komt helemaal goed. En volgende keer zijn we weer fit, hè? Daar gaan we voor. Dan gaan we er weer voor. Jullie horen ons weer wel. Dankjewel allemaal voor het kijken, lieve dames. Misschien ook heren. Ik weet niet of die er ook bij waren. Dankjewel. Ik vond het weer gezellig. En we horen jullie graag heel snel weer. Zeker. Doei en dankjewel. Doei, doei.